En met deze software kan eigenlijk iedereen binnen een bedrijf het model controleren, het 3D-ontwerp controleren. XR for Industry uit Druten is een van de winnaars van de ondernemerspitches Rijk van Nijmegen. Door middel van game-technologie bouwen ze virtuele 3D-prototypes. Binnen de industrie zijn softwareontwikkelingen die niet zo snel gaan. Binnen de game-industrie gaan ontwikkelingen enorm snel. En we hebben die combinatie kunnen maken. Als je kijkt naar de game-technologie, daar weet mijn generatie heel weinig van. Als je kijkt naar puur de industrie, daar weet de jongere generatie heel weinig van. En wij zijn hier in de gelukkige hoedanigheid om die combinatie te maken. Dus een aantal jongeren met veel kennis van game-technologie. En ik heb dan de kennis van de industrie zelf. Zo kun je een machine testen zonder dat die werkelijk gebouwd hoeft te worden. Wij bouwen aan de hand van de 3D-modellen van onze klanten virtuele prototypes. Waarmee een klant eigenlijk alles kan wat hij met een fysiek prototype ook kan. Dus hij kan er omheen lopen, hij kan het bekijken, hij kan het zelfs uit elkaar halen. En hij kan het ook gaan programmeren. En eigenlijk al die dingen die zorgen ervoor dat heel vroeg in het ontwikkelproces dat er al veel fouten uitgehaald kunnen worden, waardoor het eigenlijk heel veel tijd en geld scheelt en de machine eerder en met minder fouten naar de klant gebracht kan worden. Dit is een machine van een klant van ons. Die hebben we in onze software gezet. En met deze software kan eigenlijk iedereen binnen een bedrijf het model controleren, het 3D-ontwerp controleren. Maar zoals je ziet kunnen ze het ook uit elkaar halen om te kijken of aan de binnenkant van de machine geen fouten zitten. Een voorbeeld met een machine die dingen op kan pakken en weer neer kan zetten. Dat apparaat is nu dus ook virtueel gemaakt. En op de laptop daar zien we ons het virtuele model wat we hebben nagemaakt aan de hand van de modellen van de klant. En aan de rechterkant is eigenlijk een industriële computer en die worden gebruikt om machines aan te sturen. En die computer stuurt nu de laptop aan, het model op de laptop en de echte machine. Dus als ik hem nu aanzet, dan gaan ze allebei bewegen. Het bedrijf bouwt ook veel grotere machines virtueel na die in fabrieken worden gebruikt. Ook door het soort technologieën dat XR for Industry gebruikt, krijgen jongeren meer kansen. Wat ik belangrijk vind is dat jongeren de kansen krijgen om binnen het bedrijf ook hun ideeën uit te kunnen werken. En die ruimte krijgen ze bij heel veel traditionele bedrijven vaak niet. En als je dat toestaat, komen er dingen uit die je niet verwacht. En dat zijn de mooie dingen. Zo is ons bedrijf ook ontstaan.